De regering heeft besloten deze maand december een extra uitkering van 1000 SRD eenmalig uit te betalen aan alle senioren burgers die slechts afhankelijk zijn van AOV. Minister Oeraikit Ramsaran laat optekenen dat de eenmalige uitkering via de reguliere bankovermakingen en moneycarta naar de AOV'ers zal plaatsvinden. Voor het binnenland zullen de gelden nog per kas worden uitgekeerd aan de belanghebbenden. Om gedegen voorbereid te zijn op de digitale transformatie wereldwijd, als ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, is het van belang dat Suriname over een digitaal strategieplan beschikt. In dit kader is de Surinaamse overheid een jaar geleden samen met het UNDP van start gegaan met het Digital Readiness Assessment Program. Binnen dit programma is de UNDP gisteren van start gegaan met de driedaagse National Digital Strategy Stakeholders Workshop. De bedoeling is dat er nagegaan wordt wat het digitale landschap is van Suriname en wat het noodzakelijk maakt hier verandering in te brengen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op dinsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan het OM. De minister zegt dat de samenleving behoefte heeft aan klaarheid in veel ernstige strafzaken. Hij noemde enkele gevallen waarbij er liquidaties zijn gepleegd. De bewindsman vroeg de waarnemend PG om doortastend te zijn in haar aanpak en het beleid te richten op het oplossen van zaken die de samenleving bezighouden. De waarnemend PG vroeg aandacht voor de onderbezetting en het gebrek aan voertuigen. Er wordt gewerkt aan de opleiding van rechters om dat tekort in te lopen.